tell me where the freaks at. Hoi, welkom bij een gloednieuwe Nimma TV. Vandaag kun je kijken naar Arabische taalles op het ROC Nijmegen en onderzoeken we wat het beste uitje is bij slecht weer. Maar allereerst gaan we naar Arnhem. Daar waren we bij een kickboxgala waar een jong Nijmeegs talent aan meedeed. We volgden de voorbereiding en de wedstrijd. Yes, we zijn vandaag bij de sporthal bij Elveld. We gaan vandaag kijken nemen naar kickboxen. Dat is een gala. Dus Youssef en nog tegenstander. Ik zal zeggen, let's go! Super druk man, super druk. Let's go. Dag, wie ben jij? Wat doe jij? Ik ben Youssef Mujahid. Ik ben prof, vechter, kickbox. Ik ben Europees en Benelux kampioen en ik moet straks vechten. Oké, okay, en welke klasse doe jij? A-klasse, prof. Okay. Hoe lang doe je dat dan? 9 jaar nou. Ja, van mijn 11e ben ik begonnen. Ik ben al 20 dus. Okay. 9 jaar. Dus, ja. Okay. Hoeveel wedstrijden heb jij gewonnen? Een stuk of 60 gevochten, gewonnen. Pff, hoeveel heb ik gewonnen? Ik weet niet. Ik denk een stuk of 54, zeker. Ja. Ja. Dus ik kan eigenlijk beter vragen hoeveel heb je verloren? Ja man, dat is het beste ja. Verloren een stuk of 4 of 5 en een paar gelijk. Ja, je moet zo op bij nerveus? Nee, valt mee man. Je voelt die zenuw wel een beetje, maar dat is normaal. Je wilt je publiek wil je niet te min doen. Je wilt iedereen zijn ding geven waarvoor hij is gekomen, zijn prijs. En daarom, maar nerveus. Okay. Ga je die prijs pakken? Zeker man, komt goed. Zeker. Hoe sta je ervoor? Of wat voor... Goed man, ik voel me goed man. Goed getraind met mijn trainers, goed voorbereid. Dus komt helemaal goed man. Nog een tip voor de jongeren, wat moeten ze doen? Hard trainen, that's it. Ja, misschien een geheimpje, een kleine geheimpje? Geheimpje, ja. In de buurt van slechte dingen blijven. Uit de buurt. Ja. That's it, man. Okay. Dankjewel, man. Dat is goed. Succes, hè? Oké. Oké, dag. Wie bent u en wat doet u? Mijn naam is Fred Royers. Ik ben kickboxtrainer. Onder meer van Youssef Mujahid. Samen met hem. Want hij is de eerste trainer. Dat mogen we niet vergeten. En als ik zou vragen hoeveel leerlingen je hebt, kan je dat ook onthouden? Nou, hoeveel ik nu heb, ik denk 400-500 of zoiets. Maar over al die uren verdeeld, wij trainen fulltime, 7 dagen in de week. Oké. Okay. Voor de jongeren, heeft u wat tips of zo wat ze wel en niet moeten doen of een geheimpje? Nee, dus, er is geen geheim. Gewoon hard werken. Gewoon hard werken. Gekoppeld aan talent en een goede trainer, een goede school en discipline. Dat is het enige. Hard werken, discipline en een goede trainer. Okay. En voor wie zal kickbox geschikt zijn? Voor iedereen. Thank you.
Zo, net waren we nog bij 60, nu is 61, hè? Ja man, 61 genoemd. Gefeliciteerd man, je hebt gewonnen. Thanks, man. Sowieso, goed je best gedaan. Thanks man. Hey, toch, hey, duidelijk man. Ja man, was lekker hè. Was kippenvel man, ik zeg eerlijk. Ja, ja. Kijk dat, ik dacht ja, ja ik heb hard getraind voor deze partij, dus ik voelde mij ook goed. Ik had gehoord dat tegenstander ook goed was, goed met zijn benen, dus ik had mijn spelletje. Waar ik voor... thanks man. Goed gedaan, thanks man, bedankt man. Dankjewel. En dat was dus mijn tegenstander. Ja, ik heb hard voor hem getraind, dus het is goed te gaan. Volgens het plan. Ja man. Hoe voel je nu? Ik voel me goed man, ik voel me echt goed. Dit is weer een winst erbij. Een beker erbij, waarop staat winnen. Ja, dan voel je altijd goed. Ik heb mijn publiek heb ik trots gemaakt. Maar ik ben helemaal kapot, man. Ja, maar ik hoorde je wel stiekem zeggen, zo, ik pikte wat op signaal. Die zei, als ik echt nog hard had getraind. Ja, man. Ik ben 2 weken ben ik heel ziek geweest. Ja. De afgelopen 2 weken. Koorts, griep. Dus daarom vandaar dat ik zei, als ik niet ziek was, als ik hard had getraind. Ja, dan had ik nog beter laten zien. Maar dat is voor de volgende keer. Dus als jullie er weer bij zijn. 100. Daarom. Oké, dan sowieso blessed met alles. Goed, je hebt gewonnen. Thanks, man. Chillen maar even rustig zo. Misschien kunnen nog een paar van die supporters een beetje juichen. Een mannenjager, geen vrouwjager. 3, 2, 1, Houston! Dat was het weer voor vandaag. We waren hier bij de Elfveld Sporthal. Youssef heeft gewonnen, zoals hij zei. En Nimmer TV, tot de volgende keer. Let's go! Op het ROC Nijmegen kun je vanaf dit jaar het vak Arabische taal volgen. Leona leerde haar eerste woorden en sprak een aantal studenten. أنا اسمي يحيى زكريا عمري 19 سنة أهلا وسهلا في مدرسة الروسي نايميخي أنا اسمي سلوى المغربي عمري 17 سنة أدرس كمان في هاي المدرسة وإحنا هلأ بناخد دروس للغة العربية ولا رح نورجيكم الصفوف عنا كمان وكيفية الدروس Nou, wij willen Arabisch aanbieden omdat we steeds meer jongeren hier leerlingen hebben bij de FAVO die Arabisch als moedertaal hebben en voor wie het dus de kans op een diploma groter wordt als ze Arabisch als examenvak kunnen kiezen. Wij bieden het aan op VMBO-T en op HAVO-niveau, maar we hebben ook een paar leerlingen op VBO-niveau die staatsexamen doen, maar wel hier de lessen volgen. Bij de FAVO bieden wij altijd het examenjaar aan en nooit de start, dus het geldt ook voor alle andere vakken die je hier kunt volgen. إعلامي is Sahafi. Ik heb gehoord dat in ergens in Nederlands worden Arabisch toets gemaakt. Dus ik zei, ja, waarom moet ik, het is eigenlijk een Zwolle, waarom moet ik daarheen om lessen te volgen of examens te gaan doen? We hebben een voorstel aan onze manager gedaan en ze vindt het wel goed en ze heeft wel haar best gedaan om Arabisch les te worden gegeven hier in ROC Nijmegen. Assalamu alaikum, ana Rassan, kif halakum? Ik heet Shams, Yassin, en ik ben bijna 18 jaar oud. Gisteren was de eerste les en dat was best een goede les. Ja. Vandaag, gewoon even een verhaal lezen, een paar vragen beantwoorden, oefeningen. En we zijn net gestart, dus we zijn niet echt helemaal dieper gegaan, dus dat komt nog wel. Het is meer balans tussen Nederlands en Arabisch, want je moet eigenlijk ook Nederlands kunnen om de vragen te beantwoorden en te begrijpen. En het gaat meestal om het tekst te lezen. En dan beantwoorden in Nederlands. Beide antwoorden zijn goed. Het is eigenlijk, de basis Arabisch is allemaal hetzelfde, maar elk land heeft een apart accent daarvoor. Om te beginnen, voor hoi om te zeggen, of in netjes, marhaban. Mahama. Marhaban. Mahaban. Yes, komt goed. Marhaban. En wat zeg ik nu? Hallo. En nou zeg ik doei? Ma'a salama. Ma'a salama. Het wordt weer herfst, dus geen festivals en geen strand meer. Maar in plaats daarvan gaan wij op zoek naar de leukste indoor activiteiten. Roy en Patrick gingen de stad in om te lasergamen. Yes, yes. Nimmer TV op je beeldbuis.
Wij zijn hier nu in Nijmegen en het regent. En wat gaan we doen? Wij gaan lezen questen. Let's go. We draaien, we hebben net gelezen, Gamed. En wat vond je ervan, Patrick? Ja, fucking vet. Je moet even je keel schrapen, jongen. Het ging er zo. We gaan zo dadelijk Mystic golven, niet Midget golven, mensen. Dat doen we niet aan. Ja, dat wordt super vet. Je vergeet de microfoon. Nu hoor je gewoon de stem van mij. Eigenaar Stefan. Stefan is een leuk kerel. We kregen net iced tea van die man. Dat was lekker. Gratis. Gratis is altijd goed. De kampioenschap Midget Golf. Sorry, Mystic Golf. Ja, Patrick bakt er gewoon helemaal geen fuck van. We gaan nu een hole in one slaan met deze. Dit is de moeilijkste. Dat hebben we zojuist bepaald. Komt ie, hè? Ik ga hier staan. Beter voor de camera. Met rechts, gewoon één hand, hè? Doet hij. Hey, oh, Victory Dance. Ik ben Martijn, ik werk hier al een kleine 6 jaar al. Ik zit in het centrum van Nijmegen, wat je kan spelen vanaf 2 personen tot maximaal 24 tegelijk. Het is ook nog dat we hier andere spellen hebben, het minigolf, het laser squash, gewoon een lekker drankje doen, poelen. Komen er eigenlijk ook vaak jongeren? Jongeren? Ja, zeker. Heel veel. Zowel de jongste als in kinderfeestjes, maar ook gewoon jongvolwassenen. Ja, eigenlijk vanaf een jaar of 6 tot 18 en ouder ook. Ik denk dat het voor alle leeftijden, of je nou inderdaad jong of oud bent, dat het altijd wel spectaculair is. Op een andere manier. Als je wat ouder bent, ga je wat anders spelen. En als, ja, voor jonge kinderen is het natuurlijk helemaal fantastisch dat je met lasers op elkaar kan schieten. Hoe vet is dat wel niet als je 11 bent? Probeer het gewoon een keertje en dan nou ja, achteraf kan je al bepalen of het moeite waard was of niet. Ja, wij vonden het zeker de moeite waard. Goed zo. Tot de volgende keer dan. Wow. Dat was hem voor deze week. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Nimma TV. Check ondertussen ook onze Facebookpagina en ons YouTube-kanaal. Tot volgende week. Doeg!